In de 19e eeuw, Arthur Schopenhauer. En zijn meest bekende boek is De wereld is een voorstelling van de wil. Die welt als willen und voorstellen. De vraag is dan, wat heeft Schopenhauer ons nog te vertellen? In de eerste plaats, Joyce van Rossum heeft biologie gestudeerd, is bioloog, maar heeft er uiteindelijk zich toch wel meer verdiept in de filosofie. Hij is 25 jaar bezig geweest met Arthur Schopenhauer. Wat heeft Schopenhauer onze tijd nou nog te vertellen? Ik heb gezien in zo'n boek dat het begrip inzicht, de zelfkennis, via Schopenhauer regelmatig voorkomt. Wat is het wereldbeeld van Schopenhauer? Wat is zijn verhouding tot de wetenschap en de kunst? Schopenhauer is, in tegenstelling tot de meeste Duitse filosofen, ik noem even Kant en Hegel, die kunnen absoluut niet schrijven. Het zijn filosofen, maar zijn onleesbaar. Dat geldt niet voor Schopenhauer, dat is een geweldige schrijver met een enorme stijl. En dat wordt ook vaak tegen hem gebruikt van ja, het is literatuur, dus geen filosofie. Dat is natuurlijk complete flauwekul. De verdwijning van het christendom in Europa sinds de verlichting, het fundament onder onze cultuur, dat speelt een rol in zijn filosofie. Wat is de waarheid die schuilt achter de mythe en de allegorieën? Dat is een vraag die Joris van Rossum ook stelt. Want je kunt zeggen, niet alleen, je kunt zeggen, het christendom heeft ook een aantal allegorische en mythologische kanten. Maar ja, dat geldt ook al voor de filosofie van Plato. Hè? Dus, maar wat zit daar dan achter? Een van de dingen die Schopenhauer sterk benadrukt, is de nadruk op de wil. De wil is primair ten opzichte van het verstand. Wil en verstand zijn beide de meest belangrijke zielenkrachten, hè, volgens de scholastieke filosofie. En die worden dan de een naar de ander in evenwicht. Maar in de 19e eeuw werd de wil primair gevonden. En denkt u maar aan de engelen in de kerstnacht. Die kwamen voor de mensen van goede wil. Niet van het goede verstand. Dat wordt verondersteld, maar het ging om de wil. Dan een belangrijk punt in Schopenhauers filosofie is dat de dood een hele grote rol speelt. Meditatie over de dood. Ja, dat vinden we ook al bij Montaigne en in de middeleeuwen. Maar wat is nou de aard van de wereld? Bij Schopenhauer is dat, de wereld is een droom. De wereld is bestaat dankzij mijn waarneming. Er was een eerdere filosoof, Berkeley, George Berkeley, die zei, de wereld bestaat omdat God hem waarneemt. Als God zou ophouden die wereld te waarnemen, dan houdt die wereld op te bestaan. Maar dat is in de 19e eeuw, een eeuw later, werd dat het ik. Maar dat ik, dat is ook het hele materiële ik, de driftmens, de driften die. En het ik, dat is bij Schopenhauer ook sterk benadrukt, het ik moet opgegeven worden. Het ego moet opgegeven worden. Dat hebben we al tegelijk een kenmerk van het christendom. En dan het ken u zelf. Ja, kennen wij onszelf? Paulus schrijft dat in, wij zien in een donkere spiegel en eens zullen wij kennen zoals wij zijn gekend. We kennen onszelf niet helemaal. Maar, en dan het lijden. Het lijden is inherent aan het leven. Er is geen leven zonder lijden. En een van de mooie uitspraken van Schopenhauer, die vaak door onze schrijver Gerard Reve werd geciteerd, is Alle Liebe ist Mitleid. Een hele mooie, hè? Liefde is compassie, is meelijden met. Nou ja, dat is wat Christus doet, meelijden.
Goed, dan is ook de invloed van het boeddhisme duidelijk bij Schopenhauer. En dat heeft hem weer tot het idee gebracht dat de meeste christenen, dus zeg maar de doorsnee christenen, hun eigen leerstuk van de erfzonde niet begrijpen. De erfzonde maakt dat er is aan de mens inherent een menselijk tekort. En dat betekent dat we niet moeten denken dat wij alles kunnen doen om de wereld beter te maken dan die is. Er is een tekort in de mens. Dat wil niet zeggen dat je handen niet uit de mouwen moet steken. Natuurlijk niet. Nou, dat is duidelijk ook bij Schopenhauer. En dan gaat het ook over de oorzaak van het lijden. En dan een van de stellingen van Joris van Rossum is: de mens heeft meer baat bij religie dan bij politiek. Wat ik een hele mooie uitspraak vind. Ik heb al genoeg gezegd, ik geef het woord aan Joris van Rossum. Dankjewel voor deze introductie. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn op deze mooie dag. Ik wil het vandaag over drie dingen hebben. Ik wil het inderdaad hebben over de relatie van Schopenhauer tot het christendom, wat een hele fascinerende is. Ik wil ook even praten over het thema van dit seizoen, dat is denken zonder God te kunnen. Wat is het gevolg wat we in de maatschappij ervaren van het verdwijnen van het christendom? En dan wil ik, als we nog tijd hebben, even praten over wat reflecteren op de toekomst van het christendom. Hè? Wat kunnen we verwachten wat dat betreft vanuit het perspectief van Schopenhauers leer? Ik hoop ongeveer 45 minuten te spreken. Als ik ver over, dan geef me alsjeblieft een seintje. En dan hebben we hopelijk ook nog wat tijd voor discussie en wat vragen. Ik wilde echt beginnen met wat zeggen over mezelf. Omdat ik denk dat dat een goede context geeft voor mijn verhaal vandaag. Mijn interesse in de filosofie kwam eigenlijk door Darwin. Toen ik begon met studeren, raakte ik enorm gefascineerd door de theorie van Charles Darwin. En die fascinatie had eigenlijk twee kanten. Ten eerste wist Darwin op een hele vernuftige manier een heel groot filosofisch probleem op te lossen. De wereld, zoals wij dat leren door de wetenschap, bestaat uit materie. Uiteindelijk alles is materieel van aard. Er zijn kleine deeltjes, alle natuurkrachten hebben daar betrekking. En het bewustzijn is een product van de hersenen. Dat is hoe ik ook opgegroeid ben en wat ik geloofde. Alleen is er een probleem bij. Namelijk het leven, het biologische leven, wordt gekenmerkt door complexiteit, door doelgerichtheid en door aanpassing in de tijd. En dat is een heel groot probleem. Filosofen hebben daar duizenden jaren mee geworsteld. Democritus en Aristoteles hebben daarover gesproken. En ook in de moderne tijd was het altijd het probleem. Oké, als de wereld materieel van aard is, hoe komen we dan levende wezens? Die werden altijd nog als een speciale creatie van God gezien. Nou, Darwin dacht dat opgelost te hebben. En op een hele ingenieuze manier. Door natuurlijke selectie kan hij verklaren hoe mechanistische krachten, natuurkundige krachten, zoiets als doelgerichtheid en complexiteit en evolutie verklaren. Maar die fascinatie had ook een andere kant. Want als je dit op jezelf beslaat en als je inziet wat het betekent voor een mens om maar het product te zijn van een totale bindende kracht, als het leven niet meer is dan wat samengeklonterde materie in het uithoek van het universum, wat de wetenschap ons vertelt. Als je dat op jezelf betrekt, is dat een heel deprimerende gedachte. Men zegt, Schopenhauer was een pessimist. Ik denk dat dat het meest gitzwarte, pessimistische wereldbeeld dat is. Zonder hoop, zonder zin. Alles is eigenlijk volkomen zinloos. En nogmaals, toen ik dat als jonge student op mezelf betrok, was dat heel ingrijpend. En toen dacht ik aan de woorden van de Italiaanse filosoof Leopardi. Het ware, ook al is het triest, geeft vreugde als je het doorziet. Dacht ik, nou, dan ga ik biologie studeren en dan ga ik er ook helemaal induiken. Toen gebeurden er twee dingen. Ik kwam in contact met Schopenhauer. En het eerste wat Schopenhauer mij deed, is toen inzien dat dat wereldbeeld, dat wetenschappelijke wereldbeeld, alles is materieel van aard, dat dat helemaal niet zo nieuw was. Dat het niet een uitkomst was van de wetenschap, maar dat het een filosofische theorie is die al bij de Grieken was ontstaan, Democritus. Ook de Indiërs hadden hun materialisten. En in de moderne tijd is dat weer opgekomen. En het is ook een controversiële theorie. Er is heel veel tegen in te brengen. Dus het hele fundament onder het Darwinisme, dat viel min of meer viel weg. Het tweede wat er gebeurde is dat ik
me heel erg verdiepte in de in Darwinisme, in die theorie, wat trouwens te weinig gebeurt. De theorie is, vind ik, het algemeen redelijk vaag en weinig goed geanalyseerd. Maar als je die theorie helemaal analyseert, dan kwam ik erachter dat die doelgerichtheid die het Darwinisme kan verklaren, maar een bepaald soort doelgerichtheid is. Dat is conservatief, een behoudende kracht. Wat je in het leven echter ziet, ik ga hier niet te lang, dat zou een hele andere lezing zijn, maar wat je in het leven ziet is een creatieve kracht. De biologie wil altijd nieuwe dingen creëren. Bijvoorbeeld dat zie je bij seksuele geslachtelijke voortplanting. Het creëren van nieuwe wezens. En ik kwam er toen achter, toen ik studeerde, die zijn niet te rijmen. Die doelgerichtheid die je ziet in het leven is niet door Darwin te verklaren, waarmee de hele theorie vervalt, eigenlijk wegvalt in mijn ogen. Dat wil niet zeggen dat ik terugval op het creationisme. Het is niet zo dat ik daarmee denk, nou moet er een intelligente, intelligent designer zijn geweest die het heeft bedacht. Maar nogmaals, het is meer een vitalistische kracht, een levenskracht die je ziet, die niet door de natuurkunde uiteindelijk te verklaren is. Het is meer richting vitalisme waar mijn theorie zich op richt. En dat valt weer heel erg te rijmen met Schopenhauers visie, zoals we zullen zien. Nou, toen ben ik daarop gepromoveerd. En toen ik daarmee klaar was, ben ik weer naar Schopenhauer gegaan. Want ik dacht, nou goed, Schopenhauer is fascinerend, is een fantastisch schrijver, zeer indrukwekkend. Maar goed, Schopenhauer leefde in de eerste helft van de 19e eeuw, werkte toen. Ik bedoel, er is ontzettend veel gebeurd in die tijd. Zo is hij niet achterhaald. Ik had hem wat vragen over zijn theorie. En toen ben ik eigenlijk gaan doen met Schopenhauer wat ik gedaan heb met Darwin. Is namelijk heel specifiek, heel erg kritisch naar zijn theorie kijken en toetsen aan moderne wetenschappelijke inzichten. En dat is eigenlijk mijn boek geworden. Dus het is een dialoog met mezelf, waarbij één persoon vertegenwoordigt de leer van Schopenhauer en de andere eigenlijk een modern iemand die kijkt naar moderne wetenschap en die toetst heel kritisch zijn theorie. De psychologie, de natuurkunde, de biologie, maar ook oude filosofische problemen waar ook Schopenhauer zich bezig hield. En de conclusie was dat hij eigenlijk heel erg sterk overeind blijft. Dat Schopenhauer heel erg goed samen te vatten is met de moderne wetenschap. En sterker nog, dat heel veel problemen die wij vandaag de dag in de wetenschap hebben, dat die door Schopenhauer geduid kunnen worden en opgelost kunnen worden. Bijvoorbeeld in de natuurkunde het probleem van het kleinste deeltje. De natuurkunde gaat ervan uit dat er uiteindelijk dat ene ondeelbare deeltje is. Dat deeltje wordt maar niet gevonden. Daar zijn mensen al 150 jaar mee bezig, dat lukt maar niet. Het samenvoegen van de natuurkrachten, unification, dat werkt ook al niet. In de biologie het probleem van seksuele reproductie. Alles is door Schopenhauer te duiden en dat heb ik in mijn boek gedaan. Goed, wat zei Schopenhauer dan zelf? We hebben het al gehoord, alles is wil. Wat is die wil dan? Dat moet je eigenlijk zien als een natuurkracht die streeft naar manifestatie, naar realisatie in de ruimte. En in het leven zien we dat als het behoud van de soort, een biologische manier om te beschrijven, maar ook in de anorganische wereld. In de natuurkunde zie je dat streven naar manifestatie, is een abstract begrip. Maar het is een streven wat, en daarmee wordt het bestaan problematisch, het is een streven dat geen einddoel heeft, dat geen bevrediging vindt, dat altijd door zal blijven streven. Een soort natuurkundige kracht die leidt tot strijd, tot een problematisch bestaan. En daarmee komen we, denk ik, op de eerste overeenkomst tussen Schopenhauer en het christendom. Het bestaan is problematisch. Het heeft een oplossing nodig. De wereld is niet verbetering vatbaar, omdat die irrationele kracht de grondslag is van het hele bestaan. Maar er is ook goed nieuws, want er is verlossing mogelijk. Als die wil inzicht in zichzelf krijgt, kan hij tot inkeer komen. Kan hij van gedaante verrassen, kan hij veranderen. En dat is wat we verlossing noemen, verlichting noemen. Dus de wil die tot inzicht komt en daarmee ophoudt te willen. En dat is wat de hindoes, ook de christenen, wat de boeddhisten als moksha, als verlichting, als nirvana beschrijven. Dat is in Schopenhauers termen is dat opheffen, dat dimmen van die wil.
die wil kan ook gedimd worden door het onderdrukken van het kleine ik, het ego waar Robert het over hebt. Het ik is heel erg gekoppeld aan die wil. Als die ik ophoudt om zichzelf als een ik te zien, als het opgaat in het een en al, dan dooft die wil ook. Dat zijn de twee manieren waarop volgens Schopenhauer verlossing mogelijk is. Nou, dat klinkt vreemd. Dat klinkt zeker vreemd voor moderne oren. Maar in mijn mening is Schopenhauer eigenlijk heel modern. Het is eigenlijk een hele moderne denker. Ten eerste, Schopenhauer, werkend in de 19e eeuw, was enorm op de hoogte van wetenschappelijke inzichten. Zijn werk is doordrenkt door de nieuwste inzichten in de biologie en de natuurkunde. Hij wordt ook wel de meest nuchtere mysticus genoemd. Dat vind ik een hele mooie beschrijving van Schopenhauer. Schopenhauer was ook een cosmopoliet. Hij komt uit de Duitse traditie, de traditie van Kant vooral, maar hij was enorm belezen. Hij was belezen in de Spaanse, in de Engelse, in de Franse literatuur, sprak die talen ook vloeiend, las ook Sanskriet. En was daarmee veel cosmopolieter dan zijn Duitse tijdgenoten, die vooral heel erg in dat Duitse idealisme bleven hangen. Het belangrijkste punt, wat je ook aanstipte, is de Oosterse religie. Schopenhauer was de eerste die echt een studie heeft gemaakt van de Oosterse religies die ook toen in Europa kwamen. Je hebt in Frankfurt nog het Schopenhauer archief en daar heb je nog de Upanishaden, een belangrijke collectie van de Indische geschriften. Dat was een van de eerste exemplaren, die heb ik nog in mijn hand gehad en proberen te lezen, maar hij was echt de eerste die daarmee in aanraking kwam en ook een enorme bewondering had voor die Oosterse religies. Dus wat Schopenhauer deed, en waarom hij zo modern is, is dat hij eigenlijk een middenweg heeft gevonden. Een middenweg tussen Oost en West. Een middenweg tussen traditie en verlichting. Tussen wetenschap en geloof. En tussen de moderne en klassieke tijd. En daarmee, ja, nogmaals een heel moderne denker die in deze tijd nog heel erg actueel is. Die middenweg heeft hij dus ook in het christendom gevonden. Hij weet een brug te slaan die... Ja, de werelden die heel erg gescheiden lijken te zijn. De wereld van het christendom, de moderne tijd, de kerk en het geloof en de wetenschap en de universiteit. Hij weet daar eigenlijk een middenpositie in te vinden die heel erg valide is. Nou, een middenpositie betekent dat beide partijen wat moeten ingeven. Het moderne wetenschappelijk wereldbeeld moet zeker wat ingeven, maar ook het christendom om in lijn te blijven met Schopenhauer. Dus ja, sommige aspecten van zijn analyse zullen christenen behagen, andere weer niet. Dus ik hoop niet dat het gezien wordt als vloek in de kerk, maar nogmaals, ik denk met Schopenhauers interpretatie van het christendom dat hij een hele stevige basis kan leggen onder de waarheden van het christendom. En ook het christendom bestendig maken tegen de inzichten van de moderne tijd. Goed. Wat zijn die overeenkomsten? Nou, het belangrijkste hebben we net al gezien. Dus voor Schopenhauer is, net zoals voor de christen, is dit leven niet onze ware bestemming. En het doel van het leven is voorbij dit leven. Het individuele bestaan, het is opgaan in de eeuwigheid. Het leven is problematisch, het is niet voor verbetering vatbaar. Het doel is het leven te overwinnen. Het verloochenen van het vlees en de fysieke werkelijkheid, de onthechting en het herboren worden in de geest. Voor zowel Schopenhauer als het christendom is dat de essentie. Wie zijn leven lief heeft, raakt het kwijt. Maar wie zijn leven in deze wereld niet lief heeft, zal het behouden en eeuwig leven, zei Christus. En dat is precies ook wat Schopenhauer zou zeggen. Het doel is die wil te overwinnen. In Schopenhauers termen is dat het ontkennen en uiteindelijk tot inkeer komen van de wil. Nou, dit eeuwige leven kan voor de christen niet alleen door de ascese, door de onthechting en de verzaking bereikt worden, maar ook door het pad van de liefde. Door onze liefde en aandacht te richten op God of Christus, kunnen we het hart zuiveren en ruimte maken voor het herboren worden in de geest. Schopenhauer zou zeggen, ja, door die liefde verliezen wij, door de liefde voor God verliezen wij de liefde voor het ik. Het is een manier om onszelf van dat ik, van dat ego af te wenden. Door het ontkennen van het ego verliezen we het idee van het individuele bestaan en komt er ruimte voor de realisatie van ons ware zijn, wat nogmaals buiten dit individu ligt.
Het christendom gebiedt ons ook om elkaar lief te hebben. Een belangrijk element. In Schopenhauers leer is dat gestoeld op het feit dat het verschil tussen ik en de ander, dat dat een illusie is. Aangezien wij allemaal één zijn. Wij zijn allemaal de wil. Het verschil tussen ik en de ander is een illusie. En het is het opheffen. Dat is ook precies het medelijden. Het medelijden is eigenlijk het erkennen van jezelf in de ander. Dus het liefhebben van een ander is voor Schopenhauer ook een manier waarop we nogmaals dat individuele ik laten afsterven. Zodat er ruimte komt voor ons ware zijn, wat ware zijn. Nou, dat is een hele grote overeenstemming tussen het christendom en Schopenhauers leer. Grappig dat Schopenhauer bekend staat als een grote pessimist. Nou, dat is, hij is niet pessimistischer dan de christen of, zoals we zullen zien, de hindoe of de boeddhist. Het feit dat hij pessimist wordt genoemd, heeft meer te maken, denk ik, met de tijd waarin hij werkte. En de tijd van het grote optimisme, van het utopisme, zullen we er later over hebben. Maar nogmaals, in zijn inzicht, in zijn mening dat de wereld niet verbetering vatbaar is, dat het doel voorbij dit leven ligt, is hij in één lijn met de grote religies in de wereld van West en Oost. Maar goed, het christendom bestaat natuurlijk meer uit meer dan uitspraken van Jezus Christus. We hebben de schepping, we hebben de erfzonde, we hebben de kruisiging, de wederopstanding, de sacramenten, etc. En hier komen we op een heel belangrijk aspect van Schopenhauer en zijn visie op religie. En dat is namelijk, zoals Robert al opmerkte, religie bestaat uit een heel groot deel uit allegorieën en mythes. En die mythes en allegorieën zijn voor Schopenhauer een manier waarop die abstracte werkelijkheid, ik praat er net over de wil, het is een heel abstract begrip, maar allegorieën is een manier waarop we die waarheid, die filosofisch is, die abstract is en die lastig is om als inzicht te begrijpen, om die begrijpelijk en tastbaar te maken. Een allegorische einkleiding der waarheid, een allegorische inkleding van de waarheid. En dat betekent niet dat religie slechts een verhaal is, slechts literatuur. Het betekent dat het een waarheid is die op een andere manier is verteld, een andere manier is vertolkt. Een manier die tastbaarder is, die aansprekelijker is dan het abstracte verhaal van de filosofie. Om een voorbeeld te geven, de zondeval. De zondeval zou je, als je naar Schopenhauers leer kijkt, als een allegorie kunnen zien voor het feit dat dit bestaan niet onze ware bestemming is. Dat we bannelingen zijn in deze wereld. We zijn niet het ik, het individuele bestaan. We zijn bannelingen, we zijn daadwerkelijk, hebben wij een goddelijke grond, we hebben een goddelijke aard. En het is het doel van het leven om dat te begrijpen en om één te worden daarmee. Het is ook een allegorie, de zondeval, dat we zelf schuldig dragen voor deze ballingschap. Wij zijn zelf de wil die deze wereld gecreëerd heeft. En het is onze verantwoordelijkheid om onze eigen wil, om die te onderdrukken. En nogmaals, in Schopenhauers termen, de zondeval, wij zijn niet het individu, de verlossing ligt besloten in het ontkennen van onze wil. Onszelf dus, en onze ware aard te realiseren. Een andere mythe, het sterven aan het kruis en de wederopstanding. Dat zou je als een allegorie kunnen zien voor het verkrijgen van het eeuwige leven. Hoe verkrijg je het eeuwige leven? Door het sterven, het later sterven van het individuele bestaan, het ik, van de spirituele transformatie die verlossing brengt. Nogmaals, het uitstijgen boven het ik en het opgaan in het eeuwige. Nogmaals, de zondeval en vooral het sterven van het kruis kun je zien als een allegorische vertaling van die werkelijkheid die Schopenhauer op een abstracte manier brengt. Terug naar de boodschap van Christus. Oh, nog één punt, heel belangrijk natuurlijk, is dat die allegorische beschrijving, die mythische beschrijving, is problematisch. Want het is, je zou het kunnen zeggen, de waarheid verpakt in de leugen. Die allegorie en die mythe kun je niet, je kunt niet erkennen dat het een mythe is, een allegorie, want het vliegt in zijn kracht. Dus het is een spanningsveld tussen de verpakking van die waarheid en de werkelijkheid die iets dieper ligt. En daar schrijft Schopenhauer ook heel veel. Het heeft zijn voordelen, het is nodig, omdat het nogmaals de religie in staat stelt om een abstracte werkelijkheid te verkondigen, te communiceren en aansprekelijk te maken. Tegelijkertijd, het is een zwakte.
Omdat mythes en allegorieën niet letterlijk waar zijn, alleen allegorisch waar zijn. En dat leidt tot een spanning en dat heeft ook in mijn ogen te maken met waarom het christendom uiteindelijk met de opkomst van de wetenschap aan kracht heeft ingeboet, waar ik nog op terug zal komen. Dus terug naar de boodschap van Christus. De ontwichting van de wereld, liefde en het zuiveren van het hart, het ontkennen van het vlees, het overstijgen en transformeren van onze natuurlijke staat. En voor Schopenhauer was dat de essentie van het christendom. Zoals hij schrijft, het middelpunt en het hart van het christendom is de leer van de zondeval, de erfzonde, van de heilloosheid van onze natuurlijke toestand en de verdorvenheid van de natuurlijke mens. Een heel belangrijk punt is dat we zien dat hij hier niet alleen de leer van Christus in lijn wordt gebracht met Schopenhauer, maar ook met Oosterse religies. Met het boeddhisme en het hindoeïsme specifiek. Ook die religies zien onze natuurlijke staat als een illusie. Als niet onze ware bestemming. Ook voor die religies is het voorbij dit leven wat het doel van ons bestaan is. Het overwinnen van onze natuurlijke staan, van dit ik, van het ego, door het pad van de ascese, de verzaking of het pad van de kennis, een ander belangrijk pad voor de hindoes, het inzicht in onze ware aard, of het pad van de liefde, wat ook de boeddhisten en de hindoes, vooral de hindoes kennen, als het doel van het leven, wanneer we in een staat van verlichting, van verlossing komen, en wij in staat zijn om één te worden met de goddelijke grond. En die overeenkomst tussen het christendom en de Oosterse religies viel ook Schopenhauer op. Hij schreef, uit het Nieuwe Testament stijgt de geest van de Indische wijsheid op. Prachtig citaat. Nogmaals, hij was een van de eerste denkers die in aanraking kwamen met het geschrift van het boeddhisme. En hij was ook een enorme bewonderaar van die religies. Hij schreef over de Upanishaden, die ik net al noemde, de collectie van heilige geschriften. Het is de troost van mijn leven geweest en het zal de troost van mijn dood zijn. Hij was dan ook overtuigd dat Jezus beïnvloed moest zijn geweest door die Oosterse religies. Hij dacht niet dat kon geen toeval zijn. Voor het christendom, voor Schopenhauer, stelde de religie eigenlijk in het Westen, maar ook in het Midden-Oosten, eigenlijk niks voor. De Grieks-Romeinse religies, daar had hij geen goed woord voor over. Maar ook het judaïsme had hij eigenlijk niks mee. Ook spiritueel en religieus waren eigenlijk de volkeren van het Midden-Oosten en Europa barbaren. Trouwens, een bewijs voor die overeenkomst tussen het christendom, de leer van Christus, en Oosterse religies is ook dat veel aanhangers van de Vedanta, dat is een belangrijke hindoeïstische stroom, Jezus als een avatar zien, als een incarnatie van het goddelijke. Voor hen is Krishna en Jezus en wat andere heiligen zijn eigenlijk van dezelfde aard. Een mooi voorbeeld is dit boekje, vroeger was het heel populair, Swami Prabhavananda, De bergreden in het licht van de Vedanta-leer. Het is echt een zeer interessant werk waarin hij door de bergreden gaat en de overeenkomsten tussen de boodschap van Jezus en de Vedanta en het hindoeïsme in het algemeen. Het is echt buitengewoon indrukwekkend. Dus hoe is die invloed dan tot stand gekomen? Nou, volgens Schopenhauer kon dat geen toeval zijn. Jezus moest in contact zijn geweest met de boeddhisten en de hindoes. Hij had er een hypothese over. Hij zei, dat moet via Egypte zijn gegaan. De Egyptische religie was in zijn ogen ook beïnvloed door het oosten. Dus uiteindelijk vermoedde hij dat er een soort van contact was. Maar sinds zijn dood, eigenlijk de laatste 150 jaar, zijn er theorieën ontwikkeld die stellen dat die link veel directer was. Ik ga er een aantal noemen, controversieel, maar nog steeds erg interessant. Kijken we bijvoorbeeld naar het verhaal van de drie wijzen. Is een redelijk vreemd verhaal, lijkt mij, in de Bijbel. Maar sommigen suggereren dat die wijzen Oosterse wijzen zouden zijn, of zelfs boeddhistische monniken. We kennen misschien de traditie van de Dalai Lama in het Tibetaans boeddhisme, waarbij als de Dalai Lama sterft, men op zoek gaat naar de nieuwe Dalai Lama. Dat zou wellicht een soortgelijk proces kunnen zijn geweest.
Een andere integrerend aspect van deze theorieën, die een link leggen tussen het boeddhisme, het hindoeïsme en Christus, is de verloren jaren van Christus. Zoals je ongetwijfeld weten, dat is een aantal jaren waarin weinig bekend is over het leven van Christus. Er zijn mensen die zeggen, hij was in het oosten, hij werd onderwezen als boeddhistische monnik en is daarna teruggekomen om zijn leer te verkondigen. Trouwens, waar men ook achter is gekomen, dat de link tussen Judea en het oosten redelijk direct was. Het was onderdeel van de zijderoute, dus het was redelijk makkelijk om die reis af te leggen. Een andere interessante theorie is Christus niet werkelijk aan het kruis stierf, en ik weet het is een controversiële theorie, ik ga hem toch vertellen, maar dat hij een schijndood heeft ervaren en daarna vertrokken is naar Kashmir. En dat lijkt vergezocht, maar ik kan iedereen aanraden om op YouTube te kijken naar de BBC-documentaire Did Jesus Cry, Die on the Cross, waarin deze theorie toch redelijk overtuigend wordt verdedigd. En een ander interessant historisch document die deze theorie voedt, zijn de 19e eeuwse manuscripten die werden ontdekt in het Tibetaans klooster door een Rus genaamd Nicolas Notovitch. Daar is een boek over geschreven, het is erg fascinerend. Hij vond manuscripten in een klooster die spreken over een Isa. En die Isa, die zou uit Israël komen en vergelijkbare leringen en ervaringen als Christus hebben gehad in die streek. Is daarna nogmaals teruggekeerd en is gestorven. Sterker nog, er is een plek waarin beweerd wordt dat Isa, wellicht Jezus, daar begraven ligt. Goed, we hebben het gehad over Schopenhauer's relatie tot het christendom. Zijn relatie tot religie in het algemeen, allegorische, mythische verklaring. En de complexiteit die daarbij komen. Maar nogmaals, sterke inhoudelijke geestelijke overeenkomst tussen Schopenhauer en Christus. Ik wil nu drie aspecten noemen waar Schopenhauer's leer duidelijk afweek van het christendom. En hij ook kritiek leverde op het christendom. Het belangrijkste is dat, zoals Schopenhauer het mooi noemde, de leer van Christus, wat hij als een Oosterse leer beschouwde, geënt is op de stam van het Oude Testament, van het Judaïsme. En dat Judaïsme, het Jodendom, zag hij eigenlijk als een grote tegenhanger van het christendom. Schopenhauer deelde de religies in twee groepen in, niet in monotheïstisch of polytheïstisch, nee, optimistisch en pessimistisch. Pessimistisch gaat ervan uit dat, nogmaals, het bestaan op aarde niet ons doel is, dat het doel is om dat bestaan te overwinnen. Optimistisch gaan ervan uit dat het bestaan gezegend is en uiteindelijk in principe goed is. De optimistische geloven zijn vaak monotheïstische. Waarom? Als ik geschapen ben door een goede God, dan is dat bestaan ook daarmee gerechtvaardigd. En dat verschil tussen de botsing tussen het optimistische aspect van het Jodendom en het negatieve, het pessimistische van het christendom, leidt tot spanningen. Leidt spanningen tot in dat geloof en inconsistenties. Het zijn stromingen die in spirituele zin totaal vreemd aan elkaar zijn. Dit zorgt ervoor, zoals Schopenhauer schrijft, dat de christelijke mysteriën zo merkwaardig het gezond verstand tartend aanzien hebben gekregen. We kennen allemaal de vraag, als er een God is, waarom is er dan lijden? Waarom zijn er zieke kinderen? Waarom is er onrecht? Dat is een vraag die voorkomt uit het idee dat er een goede God is die het leven heeft geschapen. Nogmaals, de boeddhisten en de hindoeïsten hebben dat niet. Zij zien het bestaan niet als de schepping van een goede God. Nee, als het product van reïncarnatie, van zielsverhuizing. Waar het huidige bestaan het gevolg is van goede, dan wel slechte handelingen uit een vorig leven. Dat vond Schopenhauer een drama. Hij zegt, met Jezus is de ziel van het oosten, die veruit superieur achterboven alles wat er daarvoor in het westen was. Eigenlijk is de beschaving, de spirituele beschaving, met Christus in het westen gekomen. Hij vond het een drama dat uiteindelijk met het Joodse geloof is gemengd geraakt. Omdat het nogmaals de mythes en allegorieën zo'n gekunsteld en irrationeel karakter hebben gekregen. Kom ik zo nog even op terug. Hij zag dan ook het protestantisme,
Dat veel minder nadruk legt op zelfverloochening. En ook het celibaat voor geestelijken heeft opgeheven. Het monnikendom heeft afgeschaft. Dat zag Schopenhauer als een degeneratie. Als een deviatie van de essentie van het christelijke geloof. Hij vond ook Luthers aanval op de ascese, het afschoffen van de kloosters, ik noemde, een aanval op het hart van het christendom. Hij was meer katholiek dan protestant. En het protestantisme zag hij ook als een terugval naar het judaïsme, naar het jodendom. De eerste zwakte, dus de stam van het judaïsme. De tweede zwakte gaat over de behandeling van dieren. Daar was hij ook heel modern in. En dat voerde hij ook, de slechte behandeling van dieren in het christendom, voerde hij ook terug op het Oude Testament, in het scheppingsverhaal, waar God Adam en Eva schept naar zijn eigen beeld en hen de heerschappij over de dieren geeft. Maar volgens Schopenhauer is het verschil tussen mens en dier triviaal. Wij zijn allen één. Dat geldt voor mensen, maar dat geldt ook voor mens en dier. Alles wat ademt is identiek in essentie. En het verschil tussen mens en dier is triviaal. Heeft te maken met het verstand, wat überhaupt niet zo goed ontwikkeld is als mijn denken. Daar kom ik ook nog op terug. Je hebt de bekende uitspraak in het Sanskriet, Tatvam Asi. Dit bent gij, dit zijt gij. Dat geldt voor mens en zowel als dier. Maar dat verschil, dat onderscheid tussen mens en dier, is ook in onze maatschappij heel erg verankerd. En dat vond hij, Schopenhauer, in zijn tijd al een schandvlek op de beschaving. Hij schrijft heel erg veel over dierenleed. En als we met Schopenhauer meegaan, zijn natuurlijk de verschrikkingen van de bio-industrie een fenomeen dat zijn weerga niet kent. Een gruwelijkheid die met zoveel gruwelijkheden ook in de 20e eeuw is ontstaan. Nogmaals, als we de dier fundamenteel identiek zien als de mens, dan is een andere behandeling van dieren is op zijn plaats. Eerste zwakte, het jodendom. Tweede zwakte, behandeling van dieren. Ik ga nog eentje noemen, en dat is ook een zeer interessante, is een zwakte die ook door Aldous Huxley later is opgemerkt. We zagen dat Christus als een soort avatar gezien kan worden, als een incarnatie van het goddelijke. En sommige hindoeïstische stromingen hem ook al zodanig zien. Een incarnatie van God die de mens naar het pad van de verlossing, naar de verlichting brengt. Maar ook als we Jezus zo beschouwen, en het boek van Johannes lijkt het ook in die het woord werd vlees, is er wel een fundamenteel verschil tussen de avatars van het hindoeïsme of de bodhisattva, dat is eigenlijk een vergelijkbaar concept in het boeddhisme, en Christus. Want voor de christenen is er maar één avatar. Dat is Jezus Christus. Hij heeft de verlossing gebracht en buiten hem is er niemand. Maar voor de hindoeïsten waren er heel veel. En er zullen ook nog heel veel zijn. Elke tijd heeft zijn verlosser. Elke tijd heeft zijn incarnatie van het goddelijke die de mensen op het goede pad gaat brengen. En daar gekoppeld, zoals Huxley ook opmerkt, het christendom kenmerkt zich door een servitude to historical fact. Het gebonden zijn aan historische gebeurtenis. Het verhaal van Christus is essentieel. De hele geloof rust op dat ene verhaal. En daarom ook, zoals Huxley schrijft, is er zoveel strijd geweest, zoveel oorlog om dat verhaal van Christus. Omdat dat namelijk het hele christendom op dat ene verhaal, die ene historische gebeurtenis, 2000 jaar geleden, dat het daarop rust. Alleen Jezus Christus heeft voor de christenen de wereld verlost en buiten hem is er geen hel mogelijk. Terwijl, en zoals Schopenhauer heel mooi schrijft, 4000 jaar waarvan de monumenten in Egypte, Azië en Europa in al hun glorie te zien zijn, voorbij gegaan zijn zonder van hem te weten en al die tijdperken met al hun heerlijkheid zomaar naar de duivel konden lopen. Voor de boeddhisten en de hindoes heeft elk tijdperk zijn avatar, zodat er altijd hel mogelijk is en zal zijn. Een groot verschil en denk ik ook een voordeel die geloven hebben. Tot zover de overeenkomsten, heel groot, tussen het christendom en de leer van Schopenhauer. Ik wilde nu even ingaan op, mag ik zeggen, teleurgang, de afzwakking van het christendom, verminderde invloed van het christendom in ons westerse samenleving en wat voor gevolgen dat heeft. Schopenhauer schreef daar zelf ook op in. Hij kwam in een tijd waar heel de wetenschap opkwam, de verlichting opkwam en mensen zich afwenden van de christelijke leer en vatbaar werden voor andere theorieën in verklaring gaven.
We leven nu, we denken nu zo'n 150 jaar zonder God te kunnen, om de thema van dit seizoen. En de vraag is, ja, hoe heeft dat uitgepakt? Eerst even, waarom heeft die religie steeds meer aan invloed ingeboet? Als je kijkt naar het hindoeïsme en het boeddhisme, zijn eigenlijk al veel langer dan het christendom veel bestendiger. En de neergang van het christendom is in mijn ogen sterker dan de neergang van de religies in die streken. Hoe komt dat? Nou, één ding heeft te maken met die zwakte die we net bespraken. De allegorische, mythische inkleding van de werkelijkheid. De mythes van het christendom zijn zwak te noemen. Zeker als je het vergelijkt bijvoorbeeld met het idee van reïncarnatie, wat de boeddhisten hebben en de hindoeïsten hebben, wat een sterker fundament is. Het gekunstelde van de mythes van het christendom, dat komt door het samenvoegen van die twee stromingen die eigenlijk niet te verenigen zijn. Schopenhauer schrijft heel mooi, de westerse mens verliest zijn religie zoals een kind uit zijn kleren goed groeit. Wij hebben met de wetenschap, met de inzichten, zijn niet meer te verenigen met het christendom, en dat is een zwakte, en dat is de reden waarom wellicht de invloed ook minder zijn geworden. Dat is één reden. De andere reden is, denk ik toch, en Aldous Huxley schrijft er ook over, materiële welvaart. Er is een verband tussen materiële welvaart en hoe goed we het hebben en de behoefte aan spiritualiteit, de behoefte aan verlossing. Huxley schrijft heel mooi, God isn't compatible with machinery and scientific medicine and universal happiness. En hoe beter het gaat, hoe minder men behoefte heeft aan die spirituele antwoorden. Nou, naar de gevolgen. Zijn ze erg? Is het werkelijk zo slecht gesteld met de samenleving zonder God? Nou, ik ben geboren in de jaren 70 en dat was een heerlijke tijd. Ik kan er niet over klagen. Het was materiële welvaart, vrijheid, et cetera. Maar ik denk ja, dat dat achteraf meer gezien moet worden als een moment van rust in een zeer roerige tijd. We hebben natuurlijk de Tweede Wereldoorlog gehad. We hebben het communisme gehad met zijn 100 miljoen doden. En ik ben bang dat we ook in deze tijd wellicht weer een richting op gaan die niet heel erg rooskleurig uit gaat pakken. Eerste gevolg, een heel belangrijk gevolg, is zoals we gezien hebben, de wereld deugt niet. Er is lijden, er is dood, er is ziekte. En het is de mens eigen om dat niet te accepteren, om daar een verklaring voor te vinden. Nou, het christendom en het hindoeïsme en het boeddhisme geeft daar een antwoord voor. Het zegt het bestaan deugt niet. Dit is niet onze ware aard. Onze bestemming ligt ergens anders en we moeten aan onszelf werken om die bestemming te bereiken. Maar zonder God, zonder bovenzinnelijke wereld, gaan we die antwoorden in de wereld zelf zoeken. Oh, dan is de wereld misschien niet goed ontwikkeld. Of moeten we meer aan wetenschap doen? Of moeten we het kapitaal herverdelen? Of moeten we ons ontdoen van bepaalde etnische elementen? Dat is het utopisme wat er uit daarbij gekomen is. Het zoeken naar antwoorden, het zoeken van de hemel op aarde. Nou, en dat, als we toch de balans opmaken, dat heeft niet heel goed uitgepakt. Het communisme, ik zeg altijd 100 miljoen doden. Onvoorstelbaar wat een catastrofe dat was. Maar ook het nazisme zou je in die manier kunnen zien. Als we ons maar ontdoen van bepaalde etnische elementen in de samenleving, dan breekt het duizendjarige rijk aan. Utopieën die te maken hebben met het zoeken van die verlossing, het zoeken van die verlichting binnen de wereld. En dat is niet mogelijk, zoals Schopenhauer ook zei, omdat de wereld fundamenteel niet deugt. Het is een blinde, irrationele wil. En het enige wat we kunnen doen is die wil ontkennen. Wat altijd op het individuele plaatsvindt, nooit op het collectieve. Het utopisme. Maar woke, wat we nu heel erg hebben, moeten we denk ik ook in die context zien. Het marxisme is eigenlijk nooit met de wortel uitgeroeid. En wat je nu weer ziet is dat het marxisme zich op een andere manier weer uit. En dat is het wokisme. Wat zegt het wokisme? Het is niet alleen de economische structuur die gecreëerd zijn door de rijke kapitalist om de rest van de wereld te onderdrukken. Nee, het is de hele cultuur. Het is de taal. Het is de geschiedenis. Het is zelfs biologische geslachten. Het is allemaal nogmaals constructen die bedacht zijn door de overheersers om de rest van de wereld te onderdrukken. Het is een heel marxistische gedachte die weer op een andere manier vertolkt is. En nogmaals ook weer een uiting van het utopisme. Je zou zelfs, sommigen zeggen zelfs, het idealisme zelf is gevaarlijk.
Davila zei ooit, hè, ieder individu met idealen is een potentiële moordenaar. Er zit iets gevaarlijks in het idealisme, omdat het de wereld wil veranderen, fundamenteel wil veranderen. En elke fundamentele verandering heeft eigenlijk altijd tot ellende geleid. Andere gevolgen van het verliezen van het christendom, is dat wij nog eigenlijk wel christenen zijn. Nou, bepaalde elementen van het christendom, we zoeken eigenlijk uitingen om dat te compenseren. Hè? Het idee van schuld, boete, eschatologische visioenen over het einde der tijden. Kijk naar de A12. Het is bijna een soort seculiere christelijke secte. Extinction Rebellion idee. De wereld vergaat. Wij zijn schuld. We moeten boete doen. Het is een christelijk rudiment wat zich opnieuw uit. John Gray heeft er een leuk boekje over geschreven. The Seven Types of Atheism. Hoe eigenlijk het christendom nog steeds een uitweg zoekt. Dat het niet met de wortel is verdwenen. Maar dat men op een seculiere manier eigenlijk het christelijke gevoel probeert te uiten. Een ander gevolg van het verliezen van het christendom is... We zijn voor een groot deel christelijk. De hele westerse cultuur is in en in christelijk. Door het verdwijnen van het christendom zijn we ook de wortels met onszelf verloren. En daarmee is ook onbegrip ontstaan. We begrijpen onze eigen wereld niet meer. En we kunnen daar ook niet meer de kracht op brengen om die eigen wereld te beschermen. Er is twijfel, zelfs zelfhaat voor onszelf. En dat zie je bijvoorbeeld in de aandacht voor de ander. He, dat we onszelf erg de nadruk leggen op de slechte kanten van de geschiedenis die er ongetwijfeld waren. Maar het is bijna een soort zelfhaat wat ons ook heel zwak en onzeker heeft gemaakt. Ook het gevolg van het verliezen van het christendom als een van de pilaren onder onze westerse cultuur. Het laatste wat ik wil noemen is... Een gevolg van het verliezen van het christendom is menselijke zelfoverschatting of hoogmoed. Wat het christendom in lijn met Schopenhauer vertelt, is dat menselijk verstand helemaal niet zo sterk ontwikkeld is. Schopenhauer die verklaart dat bijna evolutionair. Die zegt, het menselijk verstand is pas eigenlijk laat ontstaan in de evolutie. Hij gelooft in evolutie, niet in natuurlijke selectie natuurlijk, maar dan evolutionair proces. Maar het intellect, het menselijk verstand, is helemaal niet zo goed als we denken dat het is. En Schopenhauer schrijft ergens, alles wat door middel van het menselijk intellect tot stand komt, is niets dan geklungel vergeleken met fysiologische en biochemische processen die zonder dat intellect tot stand komen. Maar met het verdwijnen van het christendom en sterker nog met de opkomst van het wetenschap, denken we dat de mens de wereld volledig kan begrijpen. En daarmee ook volledig kan beheersen. Ik noemde net Darwin. Darwin was heel belangrijk, ook omdat met Darwin het laatste stukje van de natuurlijke wereld verklaard kon worden. De natuurkunde was zeer succesvol vanaf de 15e, 16e eeuw. Het leven was altijd een probleem. Hoe die doelgerichtheid, die complexiteit te verklaren. Toen kwam Darwin, toen dachten mensen, we kunnen alles begrijpen, we kunnen alles doorzien, we kunnen ook de wereld opnieuw inrichten, hè, met het utopische idee. In mijn ogen is dat dus niets, omdat er dus een fundamentele fout in het Darwinisme zit, maar nogmaals, het idee van, we kunnen de wereld aan. Maar kijk naar de wetenschap. De wetenschap is niet zo succesvol als wij denken te zijn. Het is een rommelig proces. Er is een heel mooi boek van Kussler die beschrijft hoe het heliocentrische wereldbeeld, dat uiteindelijk de aarde om de zon draait, niet andersom. Het heeft 2000 jaar geduurd. Er was een Griek en die had het al bedacht in de 5e eeuw. En vervolgens heeft het 2000 jaar geduurd voordat mensen dat wereldbeeld weer terugkregen met Kepler en Galilei. Als je dat boek leest, zie je hoe rommelig het is. En je ziet ook vandaag de dag dat de wetenschap helemaal niet zo eenduidig is en niet zo makkelijk is te voeren. Kijk naar de klimaatmodellen. Elk model klopt niet. En als je dat beschouwt met het idee van het menselijk verstand is helemaal niet zo krachtig, dan begrijp je dat. Dat is ook de reden waarom debat zo belangrijk is. Waarom een open debat in de samenleving, ook in de wetenschap, omdat er niet zoiets is als een wetenschappelijke autoriteit. Het is altijd een rommelig proces van fouten, leren van elkaar, et cetera. Huxley schreef ook over de zondes van het menselijk verstand. Het overgeneraliseren, het oversimplificeren en het overabstraheren. Bescheidenheid, dat is wat het christendom ons bracht. En de hoogmoed is met die nieuwe wetenschappelijke tijd gekomen.
Over hoogmoed gesproken, ik las gisteren dat men nu chemicaliën in de atmosfeer wil spuiten om het klimaat te veranderen. Nou, het is levensgevaarlijk. Of kijk naar de gain-of-function onderzoek, waarin men virussen manipuleert om ze te veranderen. Dat zijn levensgevaarlijke ontwikkelingen die ook weer te maken hebben met de hoogmoed. Je ziet ook, in de politiek zie je hetzelfde. Hè? Je ziet de streven van de macht van het volk naar de experts, naar de hoogopgeleiden. Hè? Het vertrouwen op de hoogopgeleide experts die het allemaal beter weten. En daarmee ook liever niet zoveel met het volk. Want het volk is toch, is niet verstandig genoeg, niet slim genoeg om dingen te begrijpen. Hè? Je ziet de macht naar de NGO's, naar de supranationale organisaties, wereldregering. En het wantrouwen van de onderbuik. Terwijl Schopenhauer zou zeggen, nee, het verstand, het werkelijke inzicht komt niet met verstand alleen. Het menselijk verstand is beperkt. Het is ervaring, het is debat, het is levenswijsheid, wat uiteindelijk het belangrijkste is. Maar het idee van het verstand is oppermachtig, dus geef ook de macht aan het mensen met het meeste verstand. Dat zie je heel erg ook als gevolg voor het verdwijnen van het christendom en daarmee het opkomen van het menselijke hoogmoed. Nou, het laatste wat ik wilde noemen, en ik moet een beetje afronden, is één gevolg voor het verdwijnen van het christendom is, het lijkt wel alsof wij het kwaad niet meer kunnen zien. Het is de grootste list van de duivel ons te overtuigen dat hij niet bestaat, maar dit kwaad, of zoals Schopenhauer het noemen, de verdorvenheid van de menselijke geest, heeft geen plek meer in ons wereldbeeld. En de vraag is of we daarmee niet heel naïef zijn geworden. Hè? Niet het kwade kunnen herkennen. Ik hoorde laatst iemand zeggen, die had het over de miljardairs. En die sprak, ja, maar ze hebben wel goede bedoelingen. Ja. Ik weet niet of dat wel zo is, maar dat heeft ook weer te maken met een soort, het idee dat de mens uiteindelijk, alle mensen deugen, om een bekend boek aan te duiden. En misschien hebben we wel een God nodig om in de duivel te kunnen geloven. En ook dat is denk ik een negatief effect. Tot zover. Het laatste punt is eigenlijk, wat is de toekomst van het christendom? Ik weet dat ik jou de vraag ook nog stelde bij jouw vorige lezing. We hebben de zwakheden gezien vanuit Schopenhauer, hoe Schopenhauer het zag, de mythes, de allegorieën. Er is een kans dat als wij Christus gaan zien als een avatar in de traditie van de Oosterse tradities, als de belichaming van God, één van de velen, als een verlicht persoon die ons de weg naar verlossing wijst, als we de christelijke leer daar ook mee wellicht verder losweken van het Oude Testament en daarmee in lijn brengen met Schopenhauer en daarmee ook in lijn brengen met eigenlijk de moderne wetenschap, dan denk ik dat het een toekomst heeft. Maar het zijn uitdagingen die inherent zijn aan het christendom. Dankjewel. Jongens, ik ben diep onder de indruk van je vele wat je verteld hebt. Ik heb veel geleerd weer. Ik ben heel blij dit te hebben gehoord. Ik hoop dat u ook diezelfde ervaring hebt. Je eindigde onder andere met te zeggen dat wij zien het kwaad niet meer, mag ik zeggen. Ja. Ik moest toen ineens denken aan als we niet in God kunnen geloven, geloven we ook niet in de duivel, dat het samenhangt. Ik moest denken aan een uitspraak van een Franse dichter, Baudelaire. En die schreef deze uitspraak. We geloven niet meer in de duivel, maar we houden wel van hem. Ja. Goed, maar... Je bent van harte uitgenodigd om vragen te stellen, opmerkingen te maken, ja? Goedendag, ik ben Inge Tam. En ik vond het zo interessant wat u zei, want dit brengt gewoon ons enorme troost dat het christendom terug zou moeten komen. Maar nu bijvoorbeeld, neem de artificial intelligence, ja. AI. En de homo deus, dat zijn toch de ultieme voorbeelden van onze verderfelijke wil, ja. Maar dan dusdanig... het is bijna niet meer individueel te noemen, nee. Maar het is een collectief abstract kwaad geworden, die wil.
En de mens is maakbaar, dat is het idee. Ja. En een heel verkeerd idee. En dat kan alleen maar erger worden. Ja. Dus dat moeten we toch stoppen? Dat is het. Ja, de vraag is hoe het stoppen. Dat zijn processen die heel lastig zijn te stoppen. Ik moet zeggen, het boek van Harari, waar je al aan refereerde, dat ik heb het gelezen, ik vond het een heel armzalig boek. Het is zo'n surreaal mensbeeld wat die man daar in het boek heeft. Ik was echt verbaasd. Het is een heel Darwinistisch, materialistische visie op de mens. Ja. Ik werd er niet heel erg vrolijk van. Maar misschien mag ik daar iets over zeggen. Het is een jaar of 7 of zo geleden is dat uitgekomen. Ja. En ik was diep onder de indruk. Ik wist toen niet dat hij verbonden was aan het World Economic Forum. En ik dacht, oh, wat een slimme man. Wat heeft hij toch moois bedacht, zeg. Geweldig lijkt me dat allemaal. Hè? Dat je de mens, dat de mens geëvolueerd kan worden door de mens zelf. Ja. En ik vond het prachtig. Tot ik begreep dat hij dat al lang aan het bedenken was, maar ook aan het uitvoeren. En toen kreeg ik daar een heel wat kribbel. Ja. Ja, het transhumanisme is wel, denk ik, op de top van menselijke hoogmoed. Dat, ja, eens. Ja. Wie kan ik? Ja, ik kom zo mee. Doorbreken van mythes. Ik ben toch nog steeds katholiek en ik vind het juist interessant om verlichtingsmythes te doorbreken. En ik denk dat Schopenhauer dat misschien ook al heeft gedaan in bepaalde opzichten. En ik hoorde toch eentje een paar keer terugkomen dat de wetenschap pas tot volle ontplooiing is gekomen naar de verlichting. Ik denk dat dat een vergissing is. En dat de wetenschap juist is opgekomen, de moderne rationele wetenschap, uit het kloosterwezen. Waar ook de universiteiten uit zijn ontstaan. En zijn even voor de verlichting al enorme doorbraken geweest, wetenschappelijke doorbraken en ontdekkingen gedaan. En na de verlichting is daar gewoon nog voortgeborduurd. Ja. Rodney Stark en Thomas Wood. Ja, Thomas Wood heeft het Nederlands vertaald volgens mij. Een fantastisch boek. Hij beschrijft inderdaad dat eigenlijk alles in het Westen, een heel groot deel van de katholiek, inclusief de universiteit, dat mensen natuurlijk vergeten, dat het voor een heel groot deel geleerd was. Ja. Mensen die daarom ook zijn ratio kan gebruiken om de wetten van de wereld te ontdekken. Ja. Ja. Helemaal eens. En ik ben natuurlijk, ik kom zelf uit de wetenschappelijke hoek. Ik geloof er ook in. De wetenschap is heel krachtig en absoluut, er zijn wortels. Die wortels liggen inderdaad voor een heel groot deel bij de katholieke kerk. De vraag is wel, wat zijn, we moeten natuurlijk wel realistisch blijven over de wetenschap. Dus de wetenschap is heel succesvol. Hè. Kijk naar medicijnen, geneeskunde, et cetera. Maar de kunst is om te weten waar de grenzen liggen. En waar de wetenschap uiteindelijk recht van spreken heeft en waar niet. En die grens is overschreden. Ik geloof dat Thomas Wood was dat boek over... het is inderdaad een fantastisch boek. Het is voor mij ook een eye-opener. Ja. Anton? Schopenhauer schrijft in zijn dialoog über Religion, hij sluit bijna af met het citaat Detrás de la cruz está el diablo, het kruis staat duivel. En hij refereert daarmee aan vele wandaden, de inquisitie, etcetera, die om in de naam van geloof zijn gepleegd. Je zou het terrorisme kunnen noemen van weleer, om het zo te zeggen. En uiteraard, de moderne tijd kent ook vele wandaden. Niet zozeer in de naam van God en de naam van de wetenschap. Maar hoe zou je wandaden duiden die onder de banier van het christendom zijn gepleegd? Wat zou je daar, hoe zie je dat? In de context van Schopenhauer, is daar kritisch over? Ik denk twee elementen. Ik denk één is dat hij, dat servitude to historical fact, het gebonden zijn aan historische feiten. Omdat het christendom gestoeld is op een historisch fenomeen, is er heel veel strijd geweest over dat historisch, die gebeurtenis. Hè. De afsplitsingen, de strijd, et cetera, is voor een groot deel omdat het specifieke de gebeurtenis in die tijd zo belangrijk is geweest.
En dat heb je dus in het Oosten niet. Want er zijn tig avatars en je kunt kiezen wat je wil. Uiteindelijk gaat het om de geest, de boodschap. Het is hindoeïsme die elkaar strijden. Ja, maar ik denk toch... Suriname aan toe. Ja, en er zijn ook radicale hindoeïstische stromen. Ik denk als je de rekenmachine bijpakt, dat er wellicht minder, meer tolerantie is in die regio's dan hier. Maar misschien ben ik daar bevoordeeld in. Ja. Een ander denk ik belangrijk is dat... Swami Vivekananda, een van de grote Vedantisten, een fantastische schrijver, die schrijft in het Westen, moet je even goed kijken, in het Westen was de politiek altijd vrij, maar het geloof niet, en in het Oosten is het altijd andersom geweest. Dus geloof in het Oosten is nooit tot institutie geworden. Er is nooit een machtsbasis bijgekomen. Ja, de katholieke kerk is heel machtig, heel veel belangen, en dan gaan er institutionele krachten werken. En hoe meer een religie wordt verankerd en vermengd raakt met politieke doelen, denk ik hoe groter het risico dat er daarmee strijd en oorlog ontstaat is. Ik denk dat de twee redenen zijn waarom we toch... Ja, de apostel Paulus die heeft het over dat wij de nieuwe mens moeten aantrekken en de oude mens moeten overwinnen. En door die machtsfactor is ook in het christendom toch die oude mens superieur gebleven. En met alle nadelen van dien. Dus wanneer het een machtsfactor wordt, dan komen er onzuivere elementen naar binnen. Ja. Dat is de verklaring. Ja. Wat ik een beetje lastig vind aan het idee, als het hebben over christenen, is dat als je kijkt naar eerste tot vierde eeuw, had je de Ebionieten en Nazarenen, dat waren christenen die de Paulinische wet afwezen, dus die waren alleen, leefden volgens de Mosaïsche wet. Dat waren ook vegetariërs, dus die heerschappij over die dieren is dan eigenlijk multi-interpretabel, in dat opzicht. En ook zeg maar het kruis, bijvoorbeeld als symbool, is pas 300 na Christus, is dat door de kerstring van het Romeinse Rijk is dat erkend. Voorheen had je alleen het lichtensymbool, herdenstaf, et cetera. Dus waar ik een beetje, ik vind het heel interessant in eerste instantie wat u zegt, maar als we het dan hebben over christendom, vind ik dat, kan het snel wat veralgemeniseerd worden. En dan vraag ik me af, waar heeft Schopenhauer het over als hij het heeft over christendom? Ja, dat is een goed punt. Hij beschouwde Augustinus als de essentie van het christendom. Ook Luther trouwens, wat grappig is, omdat hij bepaalde elementen ook heel erg afwijst. Hij heeft het vooral over de leer van Augustinus. Het interessant punt trouwens wat je zegt over de eerste eeuwen, want we hebben het nu over het christendom. Dat is eigenlijk de orthodoxe stroming die we nu als het christendom zagen. En er is een hele belangrijke stroming geweest in de eerste eeuwen na Christus en die veel meer in lijn ligt met de Oosterreligies. Dat is de gnostiek. En de gnostiek gaat ook uit van inzicht als datgene wat verlossing brengt. En er is een heel mooi boek, wat ik ook beschrijf in mijn boek, over de eerste eeuwen van Christus en waarom het orthodoxe geloof, juist het orthodoxe geloof, zo dominant is geworden. En Helene Pegels heet ze, veel over gnostiek geschreven. En zij zegt, in die strijd in die eerste eeuwen van Christus moest het christendom populair worden en ze werden ook vervolgd. Dus er zijn een aantal dingen ontwikkeld in het christendom om die aanhang maar zo groot mogelijk te maken. Bijvoorbeeld de nadruk op geloof en vertrouwen in Christus. De gnostici zeiden, het gaat niet om geloof, het gaat om kennis. Maar dat is natuurlijk een esoterisch, elitair concept wat heel weinig aansprekelijk is. Door het de nadruk te leggen op het geloof, maak je het christendom veel meer aansprekend en daarmee ook populair. Hetzelfde waarom het lijden van Christus zo'n belangrijke rol heeft gespeeld. Omdat, in de vervolgingen, als je de navolging van Christus in het lijden, als dat uiteindelijk leidt tot de verlossing, dan was dat een heel aansprekende mythe om in die tijd grote aandacht te creëren. Dus ik ben het helemaal met u eens. Het was een zeer dynamische wereld waar uiteindelijk een soort orthodoxie uitgedestilleerd is. Ja. Maar het is inderdaad veel complexer dan hoe wij nu het christendom beschouwen. En wat interessant is wat u zei over de drie wijzen. Ja. Ik heb in de Hellenistische en Griekse grondtekst van het Nieuw Testament staat het woord magos. En magos is eigenlijk magier. Dat is eigenlijk de duiding van het woord wat voor wijzen werd gebruikt. Dat waren zo astrianistische priesters. Ja. En dat is eigenlijk ontleend van het Persisch, magus. Ja. Dus dat is wel eigenlijk die link met Ja, dat is. Ja. Ja. Ja.
Die kan ik vinden. Waarschijnlijk inderdaad logischer dan Tibetaanse monniken. Ja. Ja. Ja, dank u voor het uiteenzetten. Zo heb ik het al gehoord. Bij de theologiestudie wordt overigens nu op de VU, ik heb dat zelf gestudeerd, wordt uitgelegd dat daar inderdaad meer verbanden zijn dan al heel eerder werd aangenomen. Vaders overigens of die verbanden dan in alle opzichten, zeg maar, in deze tijdsgeest goed weergegeven kunnen worden. Daar wil ik even met een vraag naartoe. Dus als je kijkt naar de tijd van de geest, zeg maar, waar hij in leefde, dan was hij erg verbonden toch ook wel, wat wij hebben geleerd dan, ook met Kierkegaard en ook met andere filosofen. Hij zat natuurlijk ook met Hegel en dat was natuurlijk in zekere zin zijn leraar ergens ook. En dat wil degelijk die leraar-leraar verhouding er ook in zitten. Als je dat helemaal abstraheert, kom je op dat punt uit dat er ergens een levende cel, een vruchtbeginsel, met iets van een abstracte geest van God op een of andere manier die verbinding in stand moet houden. Als je dus daar de vraag stelt van hoe ging die dan om met het geloof in een wat groter perspectief, ook door de tijdgeest heen, wil ik u vragen of u nog iets kunt zeggen in dat verband met Kierkegaard en ook met Nietzsche bijvoorbeeld, want die heeft daar ook duidelijk dingen over gezegd. En of dat in uw perspectief nu nog, in deze tijd, door die tijdsgeest heen te overstijgen valt met dat oerbeeld, zeg maar, waar we dan origineel door God geschapen zijn. Ik weet niet zeker of ik de vraag. Door alles heen, dus. Ja. Heel kort gezegd, is dus onze cel een beetje opgesloten van het leven waar we echt origineel van God zijn in het materialisme. En aan de buitenkant heb je die abstractie, zeg maar, dat die cel al uit de geest komt. En dat moet met elkaar weer terug te vinden zijn. En dat is natuurlijk ontzettend complex en er zit van alles tussen, alles in ervaringsperspectief. Ja. Maar er is dus ook daardoorheen wel degelijk dat voortdurende, prikkelende in ons, dat wij op zoek zijn naar die hele waarheid en dat absolute en dat abstracte. En, ja. Maar ook heel erg nog steeds in dat beginsel zitten van de dagelijkse werkelijkheid, ja. Eten en zo, ja. Met de zwaartekracht zitten. Ook, ja. Ja. Nou, daartussen is dus ook het feit aan de orde dat, dat we dat ook nu nog door alles heen, en dat vraag ik mij dan opnieuw af, ja. In de tijdgeest waar we nu zijn, ja. Voor de toekomst als perspectief moeten opbouwen. En ik zie nu dus heel veel dingen in de wereld, ja, onzeker worden. Is de vraag duidelijk? En mijn vraag is dus nu, of u daar dan nog ons een beetje, want u gaf een behoorlijk pessimistisch beeld over van de ene kant, maar aan de andere kant. Hij heeft het over gehad. Ja. Hoe gaan we daar nu dan in komen? Ja, nou, de vraag, als ik het goed begrijp, is hoe kunnen we naar een soort spirituele herbeleving of een spirituele renaissance? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dat, om weer terug te komen op Huxley, ja, er is wij leven in onze samenleving eigenlijk, ja, materieel zo goed nog steeds en zo veilig. En ook afgesneden van onze eigen werkelijke natuur. Hè. Dus het moderne, ja, urbane leven is zo ver van onze natuur afgesneden dat ik wel eens denk dat dat nooit samen kan gaan met een soort spirituele herbeleving. Een spirituele herbeleving die in mijn ogen, hè, hoe we het dan ook inkleden op filosofisch of op boeddhistisch of christelijke manier, die heel noodzakelijk is ook om een gezonde basis onder de maatschappij te leggen. Ja. Hoe dat terugkomt, hoe we die geest weer in de fles krijgen, ja, dat vind ik een heel moeilijke vraag. En ik, in mijn meest pessimistische buien denk ik, ja, misschien moet alles wel weer afgebroken worden voordat we weer dingen kunnen gaan opbouwen. Ik denk in ieder geval, ja, zolang dat niet, hè, zolang die geest weer niet in de fles komt, zie ik niet hoe we dat kunnen bereiken. Dus ik denk dat we heel erg met ons onze neus moeten stoten om weer tot het is dat optimistische, dat materialistische, dat hedonistische is zo erg nu in de maatschappij verankerd dat ik niet zie hoe we dat terug kunnen. Ik zou zeggen dat we in de eindtijd leven waar geen toekomst is. Nou, nee, maar kijk, elke tijd heeft even heel kort. Ik denk ik ben een aanhanger van Spengler. Ik denk dat dit is een cyclische natuur. Wij leven aan het einde van de christelijke cultuur en wellicht ook de westerse beschaving.
Daar zal een einde aan komen. En ja, de hoop is als er weer iets nieuws komt, dat we dan nou ja, de boeken van Schopenhauer mee kunnen nemen om weer een goede basis te leggen. Maar dat we aan een soort van eindtijd, dat is dat klinkt misschien een beetje heel erg donker. Maar ik kan erbij lachen, ja, maar het is natuurlijk heel serieus. Maar, grote, ja, veranderingen. Grote veranderingen. Ja, ja, nee, natuurlijk. Ja? Ja, ja, ik weet niet van hoe jullie met zijn tijd zitten. Nee. Ik kom even hier staan, maar dan kan ik bezig als dat goed is. Ja. Weet je wat ik ontzettend leuk vind, en ik wil dat eigenlijk ook tegen het gezelschap hier aanwezig vertellen, dat is, enerzijds ben je natuurlijk een filosoof die het werk van Schopenhauer heeft bestudeerd. En ik kreeg vroeger les van Maarten van Nieuwop en die ging dat altijd uitleggen. Maar die hield altijd ook nogal een afstandelijke verhouding ten opzichte van die filosoof. Maar jij praat over Schopenhauer helemaal van binnenuit. Je zegt van, ja, jongens, daar hebben we nog wat aan. Hè? Ga dat lezen, want voor deze tijd kan je daar zo ontzettend veel voor leren. En het was voor mij ontzettend inspirerend ook toen wij dat gesprek over jouw boek hadden, wat ik overigens ook in hun belangstelling wil aanbevelen bij Café Westbert. Van ontzettend aardig. Dat is de eerste opmerking die ik wil maken. Tweede is, dat sluit aan bij de discussie van zo even. Kijk, je hebt een interpretatie gegeven natuurlijk, en omdat we hier nu ook aanwezig zijn in deze kerk, en ook die relatie van Schopenhauer bepaalt ten opzichte van het christendom, meer specifiek van het katholicisme. Dat vond ik dat je dat heel goed deed, en ik denk dat ik dat ook kan onderschrijven. Dat zit inderdaad zo in elkaar. Maar ik moet aan de andere kant ook zeggen, dat is dan een hele kleine lichte tegenwerping die ik maak. Het is natuurlijk ook wel een volstrekt eigen wereldbeeld dat die heeft. En hij heeft zoveel bronnen, ik bedoel zijn filosofische bronnen, dat geeft hij zelf aan. Dat zijn de twee grote, Plato, Kant, daarmee, en de rest is veel minder waard. En dan heeft hij ten aanzien van de wereldreligies ontleent hij ontzettend veel aan hindoeïsme en aan boeddhisme. En ten aanzien van de westerse religies, dat is dan ook interessant, dan haalt hij dus eigenlijk één van die drie monotheïstische godsdiensten haalt hij eruit, en dat is het christendom. En dan is ook nog zo bijzonder dat hij dan een enorme afstand schept ten opzichte van het jodendom en dat is nog niet aan de orde geweest, ook een enorme afstand ten opzichte van de islam. Ja. Nou, dat is eigenlijk alleen maar even wat misschien heel kort op ingaan. Ja, absoluut, de laatste, kort, heel kort. Ja. Ik wil even heel op keer op ingaan. Mag ik heel even kort reageren? Want Schopenhauer heeft iets heel bijzonders gedaan. Die heeft namelijk een totaal nieuw concept eigenlijk in de filosofie gebracht. De wil. En dat is, als je erover nadenkt, heel raar. Dat de sleutel tot het begrijpen van ons zijn, is de wil. Ja. En de filosofen hebben zich altijd met andere dingen bezig gehouden. Hè, met de sterren, met de buitenwereld. Maar die wil, en dat is eigenlijk verwonderlijk dat hij de eerste was, eigenlijk de eerste die dat nieuwe aspect bracht in de filosofie. Een briljant ingeving. En ik geloof er ook, nou ja, het is duidelijk dat ik er heel erg in geloof. Maar dat hij dat wel heel goed weet te verankeren in de hele andere wereldfilosofie. Dus hij weet dat met die, ja, dat die dimensie van die wil, weet hij ontzettend veel te duiden. Dat vind ik heel erg fascinerend. Ja. Kijk, de wil. We hebben een uitspraak: waar een wil is, komen, daar is een weg. Plot is character en character is plot. En ook al is de wereld niet voor verbetering vatbaar, de mensheid niet voor verbetering vatbaar, de individuele mens kan beter en wijzer worden. En dat is het belangrijkste. Ja. En mag ik dan iets zeggen? Ja. Maak ik een fout? Ik zei, de terugkeer van het christendom, dat bedoel ik niet. Ik bedoel niet het machtige instituut. Ik bedoel de spirituele herbeleving waar we het net over hadden. Ja. Dat bedoel ik. Ja. De navolging van Christus. Ja, die komt niet meer terug. Ja. Goed, Paul, bedankt ook voor jouw woorden. Ik dank u allemaal voor uw aanwezigheid bij deze, ja, ik vond het een zeer leerzaam betoog. Naast de dominee is er ook nog een koopman. Er zijn boekjes in.